De zaden van de Lathyrus, die gaan we niet in één keer in een potje stoppen, want hier zie je ze. Dit zijn kleine harde balletjes en de schil van het zaadje is heel hard. En om ze makkelijker te laten ontkiemen, gaan we ze daarom eerst even weken. Een aantal uren, zodat die schil zacht wordt en ze heel makkelijk kunnen ontkiemen. Om de zaden te laten weken, zet ik ze altijd in een potje. Een potje kan ook gewoon een glas zijn, een bakje, plastic bakje. Dat maakt helemaal niet uit, waar veel water in kan. Kijk, de zaden heb ik er al in zitten. En belangrijk is dan dat je het label hebt geschreven en die erbij instopt, zodat je nog weet welke soort je hebt gezaaid. We gaan vandaag de zaden erin zetten die we gisteren in bad hebben gezet van de Lathyrus. En ik heb hier twee in mijn hand en dan laat ik even zien het verschil na zoveel uur weken. Deze is dus niet in het water geweest en deze wel. Nou, je ziet het. Die is echt veel groter geworden, is mooi volgezogen. En wat het belangrijkste is, de korst, zeg maar, die is mooi zacht geworden. Dus ze kunnen makkelijk ontkiemen. De potjes heb ik al gevuld met zaai- en stekgrond. Dat is grond die mooi los is van structuur, waardoor het luchtig blijft en het water er makkelijk doorheen loopt. En ik had al aangegeven, we gebruiken een P9 potje. Dat is 9x9 en die moet ook diep zijn. Het is een vrij grote pot voor als je begint met kleine zaden. Maar Lathyrus krijgt hele lange wortels en daarom is het belangrijk dat je een diepe pot gebruikt. Druk de aarde een beetje aan, zodat er geen luchtbellen in de aarde zit en dat het mooi is aangesloten. En dan gebruik je een prikstokje of gewoon een potlood of een hele dikke satéprikker. En daarmee maak je 3 gaatjes verdeeld over het bakje van ongeveer 1,5-2 centimeter diep. Prik je gaatjes in en daar gooi je de zaden. Leg je de zaden even in. En dan maak je het gaatje weer dicht. En dan heb je ze gezaaid. Vergeet niet je label er weer bij in te steken, zodat je weet wat wat is. En zo kun je alle bakjes gaan vullen met de zaden. Al mijn potjes, die heb ik nu gevuld. En ik neem ze even mee naar binnen om te ontkiemen. Daar is het net even wat warmer, waardoor de zaden wat makkelijker ontkiemen. En een hele belangrijke, muizen zijn dol op zaden van Lathyrus. Dus laat je ze ergens buiten, dan is de kans erg groot dat die muizen ze weten te vinden en ze opeten. Ja, en dan krijg je natuurlijk geen plantjes. En binnen, nou ja, hebben we normaal gesproken geen muizen. Dus ik zou zeggen, zet ze eventjes binnen. En zodra er groene kopjes boven de grond uitkomen, dan moeten ze dus naar buiten. Want dan is het binnen eigenlijk te warm. En dan zetten ze in de kas en dan groeien ze lekker verder.